Wat is emotionele beschikbaarheid? Emotionele beschikbaarheid is een van de voorwaarden voor het opbouwen van een warme band met iemand. Als je merkt dat de ander emotioneel beschikbaar voor je is, dan ben je eerder geneigd om je gevoelens met deze persoon te delen. Als iemand naar je luistert, je begrijpt en niet veroordeelt, dan ervaren we rust en blijdschap. Het is heerlijk als iemand de tijd neemt om echt naar je te luisteren. Dat is wat emotionele beschikbaarheid doet. Het betekent dus dat je de tijd neemt om even naar iemand te luisteren en je eigen verhaal, je eigen oordeel, je adviezen even parkeert. Even alle aandacht op de ander. Baby's hebben de behoefte dat er altijd iemand in de buurt is om voor hen te zorgen. Niet alleen als ze honger hebben, maar ook als ze zich bang of verdrietig voelen. Dan laten ze dat direct merken en ze willen direct getroost worden. En naarmate een kind ouder wordt, kan het enigszins onthouden dat er al heel veel positieve interacties zijn geweest. Dan kan het wat langer verdragen om niet in de nabijheid van de ouders te zijn. Maar het verlangt wel naar het moment om weer bij de ouders te zijn en getroost te worden of hun verhaal te vertellen. Als volwassene mag de tijd nog langer zijn dat de ander fysiek niet aanwezig is. Omdat je een innerlijk beeld hebt opgebouwd van de positieve reacties van de ander. Maar ook als volwassene is het heerlijk om je verhaal te kunnen doen aan iemand die emotioneel beschikbaar voor je is.